We wonen alweer 3 weken hier in Essen. Dus ik ga het zeiltje eraf halen. Ik was de koekjes aan het inruimen, maar ik hoor gemopper. Maar ik zei al nee, toen papa van papa mag het, zei ze. En toen dacht ik al, maar ja. Hallo allemaal, wij zijn de Nagelkerkjes. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. En we wonen alweer 3 weken hier in Essen. En er staat hier een zwembad. Die moet toch een keer open. Ik heb helemaal geen verstand van die dingen. En ik heb al veel verhalen gehoord. Nee, ik weet helemaal niet waar de knopjes zitten. Dus ik ga het zeiltje eraf halen. En dan ga ik de stroom erop aanzetten. Dan zet ik hem maar even aan of zo. Weet je ook niet. Ja, zou we morgen 24 graden, dus... Oh, wie weet het. Is gewoon zwemmeer morgen. Het is wel netjes gedaan, zo'n dingetje. Ja. Ja, maar alles is hier netjes gedaan. Er zit zelfs een trapje in het zwembad. Ja, dat zagen we op de foto's. Ja. Dat vind ik wel heel leuk. Zit daar, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Misschien is het wel zo groen. Dat je het niet ziet. Louis moet wel leren dat hij eraf moet, maar ja. Ja, dan leert hij vanzelf dat hij kan zwemmen. Ja. Het gras groeit er al op. Louis, niet doen! Waar moeten we dit op gaan bergen? Dat is ja, dat zal toch wel daar in de hok of zo kunnen? Ja, hier is wel mos, ja. Zien jullie wat dit is? Ja, die wel. Dit was er ook echt. Ja, die was mooi, hè, met die staart. Want op die ene foto was hij nog goed. Ja. Dat was echt helemaal zo'n staart als een hele grote. Dat was echt heel mooi. Ja, wel een beetje kitsch. Ja, het past wel bij dat zwembad. Dat vond ik wel grappig. Ik zou het zelf ook niet doen, maar... Nou, er zit daar een heel... Er is daar mos om misschien even af te halen. Anders valt dat er allemaal in. Maar even met een soort bezemprikkertje even zoeken. In Spanje is hij gewoon altijd zomer klaar. Misschien springt hij zo meteen wel gewoon in. Het is hetzelfde als in de zwemvijver. Heb je ook mos? En, ja. En er schijnt een heel systeem op te zitten met chloor en. We hebben er alleen geen verstand van, hè? Hier zitten er wel vissen in. Hey, als ze nou gewoon even een foto, dan kun je het in ieder geval naar een zwembad. Dan, als we dan zo'n zwembadbedrijf vragen, kunnen we in ieder geval laten zien hoe het eruit zag. Ja. Ziet. Dezelfde mos als op dak. Nou, dan ga ik van die kant nog even naar deze kant. Ik was de koekjes aan het inruimen, maar ik hoor gemopper. Dus me niet. Helemaal niks, zitten zoveel knopjes. Nee, dit is, noemen ze de technische ruimte van het zwembad. De cv-ketel, die heb ik aan. Hier zit een hele stoppenkast. En ja, eentje, de kookplaat, als ik die aanzet, dan gaat daar... Ja, dan gaat daar hier... Ja. Een kookplaatje tikken. Dat is ook niet goed. Nee, ja, maar dat is niet werk. En dat is ook die oven, ook, die is nog nooit gebruikt.
Ja, dat spoelt ik niet. Verder daar staat hier, ja, alles staat goed. En hier brandt ook een lampje. Misschien moet die wel uit. Swimming. Zwimmerschalten. Ja, als ik hier op druk, kijk, dat is zo'n, zo'n ding. Kijk, dan gaat er wel. Kijk, en dan gaat hij daaraan. Dus ergens. Normaal kun je dat dan ontstoren, dat hebben we in de bakkerij ook allemaal. Kijk, hier, nou doet hij wel een geluidje maken, maar meestal is dat niet goed als je dit doet. Daar zit hij veel buggen. Met die ook aan? Of nee. Niet? En nu? Ja. Ja. Oh. Aqua Easy. Preheater, lamp. Lamp. 8000 uren left. Oh. System oké. Okay. Oh, system oké. Okay. Nou ja, 25 graden. Je mag je het niet voorstellen. Nee, dan zal hij opstaan om te verwarmen tot 25. Oh. Denk ik. pH is 6,6. Is dat goed? Dat weet ik niet. 6,7. En wat staat eronder? 30-11-2024. Maar ik laat hem uit, want het is niet goed wat ik doe. En ja, daar in dat kastje zit misschien wel iets aan. Nee, ik ook gehad. Daar kon ik ook niks in vinden. Ja, hier heb je al een heel systeem, volgens mij een pompsysteem nog, wat naar het zwembad gaat. Ja, dit in Spanje hebben wij dan ook een zwembad en daar hebben we zo'n ding en een motor. Ja, maar hier heb je chloor. Dit is het allemaal en een cv-ketel en er zit hier ook een dek op, dat hebben we in Spanje ook niet. Nou, moet toch een keer iemand eventjes, laten zien. Dan moet toch eventjes iemand voorkomen, ja. En dan gaan we even die maar uitzetten. Heel veel mugjes. Heel veel mugjes, ja. Vooral net een nestje dan. Nee, maar mij jammer. De jukebox dan doen nog? De jukebox? Ja? Dat wil ik wel met jou doen. Ja? Kijk, niet alle lamp. Kijk, het zit hier gewoon een wc. Allee, die kunnen we ook niet gebruiken, want ik heb net het water aangehad en er komt gewoon water uit de muur daar. Want hier zit een douche. Ja, die is echt heel goor. Die hebben we nog niet schoon kunnen maken, omdat het water het niet doet. Er zit ook een lampje in, denk ik. Die zit hier. Ja. Dan moet ik even wat aan gebeuren. En dan werkt, hier hebben we verkleedhok. En deze deur die heb ik afgehaald aan het regenen en hij kon niet meer dicht. Dus die weer helemaal krom van de regen. Die moet hij lekker even drogen. Ja, hij staat ook wel een beetje krom, denk ik. Hij is ook krom, ja. Een buitendouche? De buitendouche. Hier kwam water uit de muur hier zo. Die kraan die moet ook vervangen worden. Maar die wisten we een beetje. Hè. Van met zwembad en we hadden dus gevraagd. Ja, die willen we in het voorjaar openmaken. En als er dan nog grote... dingen fout zijn, mankementen zijn, dat we het dan een beetje samen deden, maar nee was het antwoord, maar dat snap ik ook wel. Hij weet dat natuurlijk ook wel, iemand die dat verkoopt, dat dan niet oké is. Nee. En dan weet je, als je iets overneemt, dat je zulke dingen tegenkomt. Maar dat zit hier ook allemaal, maar ook was een beetje dat dit het dek was. Ja, want dat je dat s'avonds... Oh, dan zou ik natuurlijk, als ik dat knopje indruk, moet jij even op dit knopje drukken. Dat zou ik nog kunnen proberen. Ja, want volgens mij is het wel toch het idee dat als je s'avonds klaar bent, dan je eigenlijk dat dek er even op doet, toch? Ja. Voor de blaadjes en zo? Ja. Ja. Dus dat zou wel op een makkelijk punt dan moeten zitten. Zet ik de camera zo? Deze? Ja, die denk ik zijn... Dat denk ik ook. Heb je dit ook omgedraaid? Ja, dat heb ik allemaal geprobeerd. Maar dan mag jij nou even proberen. Dan zet ik de camera zo op het zwembad. En dan ga ik de ene knopje indrukken. Ja, boven, onder en dan draai. Ik probeer wel wat. Moet jij even kijken? Nee. Jammer. Toch even iemand die daar hier ooit heeft gedaan of zo. Of aangelegd even voor hebben, denk ik. Ja, denk het ook. Zo blijven we wel allemaal dingen ontdekken, Jan. Stap voor stap. Huh? Ja. Nou ja, dan kan ik het kleedje terug gaan leggen. Voor niks geweest. Ja. Ja, als je niet probeert, nee. Dan weet je het niet. Wij zitten nog gezellig aan de keukentafel. Aan het keukentafeltje. Het
te wachten op Guusje. Guusje is vandaag, die had Friday night op school. Vorig jaar had ze dat ook. En toen was zij degene die het moest beleven. En nu moeten zij het, als tweedejaars moeten zij onderdeel ervan zijn. Zeg maar. Dan doen ze de smurfen, zeg maar. Ja. De brug weer op laten schrikken. Ja. Oké. Okay. En wij zeiden nog, we brengen jou maar herhalen. Ja, nee. Dat is... Blijf mijn vriendin. Ja, en dat is kinderachtig en ik kan dat zelf even. Ja, ik vind het maar, heel niks, hè? Nee, het is nu al 9:45. De mobiel is leeg. We weten dat ze een half uur geleden bij de vriendin vertrokken is. Maar ze... Maar de echte mobiel is echt al heel de avond leeg. Dus we hebben haar heel de avond niet kunnen bereiken. En hier gaat onze deur, denken we. Ja, de poort open. En hier is Guusje. Oh, mijn mop heeft me gebracht. Echt? Ja, wacht, ik moet even. Nou, de oma Bob niet even gebeld heb dan. Nee, ik vind het echt, ik zei het tegen jou, ik zei al nee, toen papa van papa mag het, zei ze, toen dacht ik al. Maar ja. Nou. Ik heb nog veel te jong voor. Wacht. Het is gewoon omdat de mobiel leeg is, anders was er niks aan de hand geweest. Nog, het donker. Ja. Vreemde omgeving. We hebben zo'n app dat we kunnen zien waar ze zijn. En dan kun je ook zien dat de mobiel leeg is. En moeders, die maken zich altijd nog wel eerder druk dan vaders. Denk ik, in dit soort situaties. Ik denk dat je ze nog maar net kent. In het donker. Ik vind helemaal niks. Heb je mijn Bob ook meegenomen, of niet? Ja, eventjes. Ah. Hey. Oh, nou, jij zit er toevallig net omhoog. Goeie avond. Ik denk wel even thuis, ik laat er niet alleen fietsen. Nou. Ik heb al een vriendinnetje gebeld. Net iets te gek en de tijdstip ook. Ik heb een vriendinnetje gebeld, ja. Maar als je mobiel niet leeg was geweest, was er niks aan de hand geweest. Nee. Maar ook krijg je jouw mobiel leeg. Ja, dan vind ik het wel een akelig lang stuk in het donker. Maar ja, dat is misschien nog later. Dankjewel, Bob. Ja, graag gedaan. Dus succes met de discussie. We rekenen straks wel af. We blij dat jij het hebt. Ja, nee, ja. Wat voor opzicht zeggen? Ja, dat ik dit niks vind. Ik zei het vanmiddag al tegen jou. Ja, als mijn telefoon niet leeg. Nee, dan mocht niet. Dat zou wel. Ik heb nog met Alia gebeld en geappt. In het donker? In de weg die net ze nog maar kent? Nee. Ik zei nee en papa zei ja. Jij zei tegen mij, papa vindt dat geen goed idee. Nee, ik vind het geen goed idee. Vraag jij zei je vader. Het is allemaal goed gekomen. Het is heel zo leeg. En straks heeft jullie de rijbewijs, dus vraag gewoon dat jullie. Ja, verdienen. En nou, de koel. Ooit. Hoe ben jij over een mop tegengekomen? Nou kijk, ik was dus bij Elise, want haar moeder heeft mij zeg maar zo. Ja, die woont tegenover een mop ongeveer. Ja, dus ik rijd er zo langs en Floris en Mats... En die kwamen net van de voetbal. Ja, die staan daar. Oh. Hij zegt zo tegen mij, hey Guusje, ik zeg zo, wat doe jij nog gewoon? Ik zeg zo, ja, ik moet nog naar huis. Maar mijn telefoon is leeg. Hij zegt zo, oh, kom maar even binnen opladen. Dus ik loop weer binnen. Hij gaat naar huis en hij zegt zo, ja, Guusje is hier. Ik zeg zo, mijn mop, ja, ik breng er wel. En jouw fiets? Die heb ik ook achter de auto gegooid. Wat een luxe. Ja, we moeten ze anders morgen weer naar Roosendaal. Ja, dan maar... moeten we weer brengen. Die moeder van Alice. Maar op een gegeven moment, ja, Guusje is hier. En ik kijk, Guusje is hier. Wil je nog wat drinken, Bob? Ja, heel biertje staan. Joh, dan zet ik de camera uit, dan was dit een dagje uit ons leven. Bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we er weer. En we hopen dat je abonneert. Houdoe.